We naar een grote wielerlegende waarover een boek is verschenen. Ja, en ik heb het boek hier bij me, Theo Verschuren. En ze zit ook naast me, Theo, en ook auteur Jamie Evans. Theo, over jou zo'n boek geschreven. Nee. Dat is toch wel bijzonder? Dat is heel bijzonder, ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat is nog eens terugkomen van vroeger. Hè. Al die mooie dingen die ik vroeger meegemaakt heb, die komen nu allemaal terug. En ik ben er al zeker een maand of drie mee bezig. En de laatste weken krijg ik zo zenuwen. Dat kan me nu nog zeggen, ja. En dat moet al zo oud voor zijn en ik zit op die dag gewoon te wachten. Dat is voor mij terug een herinnering van vroeger. Hè. Dus als je daar doorbladert en je bladert heel snel, dat is bij foto's, dan wordt het bijna een film voor jou die terugspoelt. Ja, ja. Sowieso. Zeker. Ja. Ja. En dat allemaal dankzij de auteur die naast jou zit, ja. Jamie Evans. Waarom beslist zo'n jonge gast als jij plots van, ik ga een boek schrijven over Theo Verschuren? Ik ben zelf 15 jaar actief geweest als wielrenner. En door omstandigheden, de geboorte van mijn eerste zoontje, verbouwing aan het huis, was wielrennen onmogelijk geworden. Dus moest ik iets anders vinden en schrijven was al een passie van mij. En ja, zo zijn we begonnen met schrijven. Eerst een boek over mezelf en daarna een boek van Theo Verschuren. Ja, en hoe kom je dan bij de naam Theo Verschuren? Theo ken ik al een tijdje, want ik heb met de zoon van Verschuren nog gekoerst ook. Dus, en ja, Theo is in het Waasland een gekend persoon. Dus, Ja. En een gekend persoon, omwille van heel wat titels. Het is bijna niet op te sommen. Ze staan ook trouwens op het boek. Elf keer Belgisch kampioen. Dat zijn er ondertussen 36. Ja. 5 keer Europees kampioen. En 2 keer wereldkampioen. Ja, 2 keer wereldkampioen. Dat 11 keer Belgisch kampioen, hoe kijk je daar zo'n beetje op terug? Ja, dat is iets dat om een duur alle jaren terugkwam. Hè. En die titels, ik kon die gewoon niet meer bijhouden. Dat was alle jaren 2 of 1 titel. Hè. Ja, want als je inderdaad door jouw palmarès scrolt op Wikipedia bijvoorbeeld, dan zie je inderdaad elk jaar... Elk jaar was dat er gewoon op. Hè. En dat was gewoon voor mij die spanning naar die titels. Ik moest die hebben, die titels. Dat was sowieso de drive die je had? De drive, ja. Ben je dan nooit arrogant geworden van, dit haal ik sowieso? Of hoe stelde je je altijd op? Nee, ik heb me altijd minderwaardigheid opgesteld. Ik heb altijd naar die wedstrijd geleefd en ook gezegd van, we zullen zien. Ik moet die halen. Maar ik heb nooit bijvoorbeeld geleefd ernaar. Die spanning is er. Dat was, maar ik heb nooit niet gedacht, oh, die komen vanzelf. Ik kon die toch winnen. Niet dat waar. Is er nooit geweest. Dat is nooit geweest. Heb je dat ook gemerkt, Jamie, inderdaad, bij het schrijven van het boek, dat hij altijd wel bescheiden was als kampioen? Ja, toch wel. Ook de hele avond dat we samen gezeten hebben met de verhalen, de koersverhalen van toen. Dat merkte toch wel, ja. En je zegt het al, heel veel successen geboekt. Die successen waren vooral op de baan, niet zozeer op de weg. Heb je daar dan nooit geen wroeging over gevoeld? Of? Ja, dat heb ik nu nog. Ik was normaal een hele goede wegrenner. Maar ik heb, het staat ook in die boek geschreven, als ik 20 jaar was, een zwaar accident gehad. En daar heb ik een jaar en een half, twee jaar uit geweest. En dan heb ik nooit meer het gedacht gehad, ik kon nog een hele grote renner worden. Want ik werd uitgeschreven tot een van de grote renners. Dus als de naam Anquetil schrijft, als die renner niks tegenkomt in zijn jeugd, dan wordt een grote. En ik was eigenlijk beter op de weg geweest dan op de piste. Ja. Maar ja, het financiële natuurlijk komt ook kijken. En ik was dan al 26 jaar. Ik zeg, ja, ik kan toch niet blijven. Hey, je gaat dan trouwen. Je moet geld binnenkomen. En ik kon op de piste meer verdienen dan op de weg. Ja, en dus dan heb je een beetje resoluut voor de piste gekozen. Met mooie resultaten. 5 keer Europees kampioen. Dat is toch ook wel bijzonder. Ik zie je nog lachend. Ik geniet er nog van. Normaal moest ik toch 7 keer kampioen van Europa geweest hebben.
Hè? Want je staat ook 2 keer wereldkampioen, dan moest er 5 keer geweest hebben. Want je staat, de naam staat er ook op, jouw meester Noppy Koch. Noppy Koch, dat was de hangmaker. Had je die eerder leren kennen? Als ik die eerder leren kennen, dan was ik, oh, ja, dan was ik nog. Daar stond die boek van vroeger heel wat vol met de titels. Ja, want dat staat ook inderdaad op de achterflap zo. Had hij deze leren kennen, had hij minstens evenveel wereldtitels behaald. Dat is wel een straffe uitspraak, Jamie. Ja. Ja, als Theo dat zegt, dan zal dat wel waar zijn. Ook, zeker weten, ja. 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 Maar ja. Kan je er een beetje in komen als je inderdaad zijn carrière volgt van ja, het is jammer dat het daar wat ongeluk gehad heeft, dat en dat en dat. Kan je daarin komen? In het boek zit ook, als jeugdtrainer was Theo heel goed. Dus, totdat het accident gebeurd was. En je ziet ook aan de overwinning bij de jeugdcategorieën dat Theo echt wel als wegrenner een carrière kon maken. Ja. Ja. Dus dat is wel jammer dat je die Noppie zo laat hebt leren kennen. Maar samen toch wel mooie verhalen verteld. Verschrikkelijk. Die man heb ik te laat leren kennen. Waarom? Die reed met een andere renner. En om een duur zit al moeten zeggen tegen die andere renner, ik ga nou zoveel betalen voor ik Noppie Koch te krijgen. Maar dat lag niet in mijn karakter. En nu heb ik er al spijt van dat ik dat niet gedaan heb. Ben je te braaf geweest? Ja, veel te braaf. Ik heb een vrije karakter, maar te braaf karakter. Ik had een klein beetje, als groot renner, moet een klein beetje arrogant zijn, vind ik. Ja. Dan moet ik kunnen zeggen, ik beloof het u en ik doe het niet. Want je hebt samengereden met heel wat grootheden. Eddy Merckx, Peter Post, Cercu, Van Steenbergen, Anke Thiel, Polydor. Dus je hebt er wel altijd tussen die ego's gezeten? Allemaal die grote ego's gezeten, ja. En toch nooit geen lessen toen uitgetrokken? Nee, ik kan het niet. Ik kon het niet. Ik heb thuis ook altijd zo opgebracht geweest thuis van mijn ouders. Liefde voor de mensen, kinderen zie ik zo graag. Dus tot ik heb nu 3 kleinkinderen. Ik vind dat fantastisch. Ja. Daar droom ik van. En dat zijn jouw wereldkampioenen. Dat zijn nu mijn wereldkampioenen. Dat zijn eigenlijk de titels die je die daar titels die behaald hebt. Ja. Een beetje behaald. Want voor hen ben je sowieso een wereldkampioen, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja. Want, zeg maar. Ja, ik heb nu ook een kleinkind dat gaat rennen. Steven Verschuren. Zalig. Daar gaat er volgens mij nog van horen. En ik vind dat zo fijn. Hè. Dan krijg ik terug die ambitie van... Goh, kijk ze. Zo was ik jong. Als ik jong was. Zie je dan inderdaad in die houding soms, in de manier van trappen, in de manier... Ja. Zie je daar iets terug van jouw eigen bloed? Ja, ik krijg van de week, waar ik in de piste in Gent, en er zit een oud man die mij kende, hij zei, Theo zit daar. Ik ken u van binnen en van buiten. Die klein heeft juist dezelfde houding als jij op de fiets. Dat kwam, was de eerste man die dat tegen mij kwam zeggen. Ik had dat ook al gezien. Maar echt niet lekker iemand anders die mij ook heel goed kende. Hè. Hij heeft dezelfde houding van mij op de fiets. Moet je dat niet inhouden dat hij niet altijd zegt van dat moet je niet doen en dat moet je doen en dat moet je doen? Ik laat hem gewoon bezig. Je laat hem gewoon bezig. Ik zeg gewoon puil puntjes. En manneken, hij is maar 14 jaar. Rustig beginnen. Jij nog zo lang. Het is nog zo lang. Maar het zal misschien lukken met jouw kleinkind. Want zelf ben je niet echt de zoon van een groot wielrenner. Nee. Wel een schoonvader die ook beschreven staat, Jamie, in dit boek. Waarom een hoofdstuk aan zijn schoonvader? Ik ben zelf van Lokeren. Ja. En Van Teemse is ook van Lokeren. Petrus van Teemse, ja, dat is zijn naam. Was de schoonpa van Theo Verschuren, wat ik niet wist. En ik vond dat wel leuk om er ook een stukje van te schrijven. Om dat er ook in op te nemen. Wat voor wielrenner was hij dan? Dat zal misschien beter Theo zelf vertellen. Dat weet jij dan beter. Ja. Ja, dat is de renner geweest. Die was nog braver, zeg ik. En die ik leren kennen, dus door zijn dochter. En die man is zo bescheiden geweest. Die klopt in het kampioenschap van België de 2 beste van de wereld. Hè. En dat was ook een renner die kost veel verder gebracht hem. Maar door zijn bravigheid en de oorlog uit te breken, is die man niet kunnen waarmaken. En die heeft zijn 2e leven gevonden met mij. Die was zo bezeten van mij, die heeft elke wereldkampioenschap meegedaan. Die was niet weg te slaan voor mij. Ik vond dat een van mijn beste supporters en fijnste vrienden die ik had. Ja, en dus mijn schoonvader. Ja, en daar dus fantastisch mooie momenten mee beleefd. Ja. Maar dan staat er wel iets heel hard op de achterflap. Maar aan alles komt een einde. Een einde dat hij liever anders had gezien. Een groot renner met een eeuwig groot hart. Dus plots was het gedaan. En het was een einde dat hij liever anders had gezien. Hoezo? Ja, ik zei, kijk, ik krijg er nu nog rillingen van. Dus ik was een renner op 35 jaar, is een renner op de piste, kunnen gemakkelijk nog 5 tot 7 jaar mee, tot 40, 42. Ik zei plots moeten stoppen door een operatie op mijn zitvlak. En dan is mijn carrière afgebroken geweest.
Ja. Het was gedaan. Gedaan. Ik heb, als ik daaraan denk, ik heb er nog last van. Ik rijd nog heel veel met de fiets. Ik moet het altijd goed verzorgen. En ja, als je weet, een renner, zijn zitvlak is het voornaamste van een renner. Als je geen goed zitvlak hebt, kun je niet presteren. Dus ik zei, moeten uitschieten op 35 jaar. Ik won nog alles. Kon het anders gelopen zijn? Want er was een arts die je misschien te vroeg uit herstelperiode schreef. Ja, ze hadden mij dus... Dat ze er nu niet meer tegenkomen. Nu is die medische begeleiding zo goed dat ze zeggen tegen mij, je moet je laten opereren op die moment. Maar ik moest mij laten opereren door een discussie in het wereldkampioenschap. Dan ging ik niet meer rijden. En de bond zei, ja, je moet wel meer rijden. En dan heb ik mij laten opereren daardoor. Anders had ik dat misschien toch niet laten doen. Anders werd ik geschorst. En daarmee heb ik mij laten opereren en veel strap. En niet goed verzorgd. Dus na 3 weken of 4 weken al teruggekoersen. Dat was verschrikkelijk, wat ik daar meegemaakt in dat jaar. Ja. Dus verdoving, 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 tot om het te eindigen. Dan kom een duur zee, nu draai ik mijn knop om, krijg naar huis van de 6 dagen van Londen, heb ik opgegeven na 3 dagen. Ik kost om een duur in mijn water en dan ben ik naar huis gereden naar een dokter. En die dokter heeft gezegd tegen mij, Theo, we kunnen het opereren, maar dan ga je minstens 2 jaar, een jaar niet meer fietsen en een jaar terugtraining. Ik zei, dan ben ik 38 jaar. Ik zei, nee, dan kan mijn centjes dat ik verdiend heb opmaken. Ik zei, dat doe ik niet. Dan ben ik gestopt. Keihard. Daar heb je wel een heel harde beslissing genomen. Ja. Voel je dan ook die woede, Jamie, als jij aan het schrijven bent van allee, Theo, blijf doorgaan. Waarom moet dit nu... Voel je dat ook op dat moment wanneer je dat aan het schrijven was? Eigenlijk bij de verhalen al als Theo ze vertelt tegenover mij. Dus je voelt dat echt wel dat hij dat nog eens herbeleeft. Die fase in zijn leven. Dus, ja. Ja, en hoeveel pijn doet het dan omdat dat lezen hoe het dan allemaal moet eindigen? Ja, dat hoort bij het sport. Hè. Het lot is er, dus je kunt dat niet voorspellen. Hè. Nee. Er zijn meerdere sporters die moeten stoppen door kwetsuren. Hè. En zijn er lessen die je dan zelf uitgetrokken hebt als je dan door zijn leven ging? Zo van, dat zijn toch dingen die ik zo een beetje onthoud uit zijn leven? Nee, maar het kost wel bepaalde momenten uit zijn carrière. Het gevoel kon ik wel thuisbrengen omdat ik zelf wielrenner ben geweest. Dus die bepaalde fases in zijn leven, het gevoel daarvan kon ik echt wel thuisbrengen. Ja. Ja. En is het dus ook allemaal een beetje terug te vinden in dit boek? Het is allemaal terug te vinden in dat boek. Oké, dus als je dat gevoel wil beleven, hè, want ja. Ik sport iets te weinig daarvoor. Theo, wat ik me afvraag, kijk je dan nog naar zo de zesdaagse en toestanden? Ja, ik heb van het jaar nog de zesdaagse van Gent geweest. En ik heb kan nog... er perfect rondlopen zonder pijn ja, te voelen. Dat is de eerste keer dat als ik terug naar de Gent zaal, dat ik zoveel gekeken heb naar de wedstrijden. Anders was ik meer dan in toog, met alle supporters. En over vroeger en altijd maar drinken. En nu heb ik dat niet gedaan. Nee, ik nu kan je genieten van de sport. Ik heb genoten van de sport, ja. Oké, en dus samen nog met jouw kleinkinderen? Ja, dat hoop ik. We mogen één ding niet vergeten. Zeg maar. Dat nu zaterdag op het stadhuis om 4 uur ieder welkom is van de opening van mijn boek. Hè. Voilà, zie. Dus bij deze zijn ze dan uitgenodigd. Ja, hè? Als ze meer informatie willen, is er een bepaalde website of zo? Ja, dat weet via de uitgeverij bolaeditions.be. Ja, www.bolaeditions.be. Ja. Daar vinden ze alle informatie die ze nodig hebben, dus voor nu zaterdag. Dus nu zaterdag mocht iedereen aanwezig zijn op het stadhuis om 4 uur. Ja, en dan kunnen ze nog eens luisteren naar jouw verhalen. Ja, okay. Verhalen. Ja, dat kan blijven vertellen. Ja. Dank je wel, Theo. Bedankt, Jamie. Dank je, en nog heel veel succes samen. Ja, leuk jullie ontmoeten hebben.